Luc Van Hoven, die verwachten we nu in de studio. Luc Van Hoven is burgemeester van Zandhoven voor CD&V. Welkom, meneer Van Hoven. Zet u op de stoel. Goedemiddag. Het zal een beetje waar zijn. Het zal de beauty en dan de beast. U neemt me de woorden uit de mond. Nee, dat is niet waar. Burgemeester, u begint binnenkort, of u wil aan uw derde ambtstermijn beginnen. Ja, dat klopt. Ja, dat ja. is al redelijk ja, wat, hè? Ja, het gaat vlug voorbij. Hè. 12 jaar is voorbij gevlogen. Ik denk, als ik iets graag doe, en mijn volle goesting doe, en mijn goede ploeg doe, dan vliegt dat zo voorbij. Dus op dat vlak heb ik niet de zwaarte van 12 jaar of zo. Nee, helemaal niet. U doet het nog graag. Dat is eigenlijk geweldig. Ja. Het is eigenlijk de mooiste, mag ik dat eigenlijk niet zeggen, want dan zijn er te veel kandidaten die volgende keer opkomen. Maar het is gewoon de schoonste job van je leven. Ja, en wat maakt het dan zo mooi voor jou? Omdat het heel divers is. Hè. Elke dag is iets anders. Je kunt mij iets doen, echt wezenlijk iets doen voor je eigen mensen op het terrein. Je hebt heel veel contact met je mensen. Je kunt, als je iets beslist, wordt dat vrij vlug uitgevoerd. Ik heb een heel fantastisch team van mensen, van gemeentepersoneel, die als ik een knip geef, staan die klaar. Allee, dat is zalig. Dat is echt... Ja, en eigenlijk ligt de blauwdruk van de gemeente, van de toekomstplannen van de gemeente, die ligt al klaar, want jullie hebben een masterplan. Dat is zo, en daar ben ik eigenlijk ook heel fier over. Leg eens eerst even uit wat daarin staat, in korte lijnen. Wat erin staat is eigenlijk dat we hebben 5 deelgemeenten, een fusie van 5 deelgemeenten. En we hebben een masterplan gemaakt voor elk van die deelgemeenten. Een visie van wat er in de volgende 20 jaar, 25 jaar, zou moeten uitgevoerd worden. Of een visie waarvan bewoners tegen ons verteld hebben, want het is eigenlijk vanuit de bevolking meegekomen met een aantal sessies en vergaderingen, hoe dat zij nu het dorp ervaren en hoe dat zij willen evolueren dus naar 20, 25 jaar. En dat is dan de bouw van een gemeentehuis, van een bibliotheek? Ja, een gemeentehuis staat er, maar bibliotheek is bijvoorbeeld een van de items die er is. We hebben nu pas het OCW in het gemeentehuis geïntegreerd. De volgende stap is parkings aanleggen, een aantal zaken afbreken om parkings aan te leggen, zodanig dat in het dorp onze handelaars beter bereikbaar worden en met kort parkeren eventueel. En dan... Onze parochiezaal hebben we nu juist verworven vanuit het bisdom. Daar gaan we een nieuwe bibliotheek maken, belevingscentrum maken. Maar ook in de deelgemeente, want dat is ook belangrijk. Hè. Onze deelgemeenten zijn 5 deelgemeenten, dus we moeten zien dat we de bal overal niet mislaan. Dus want daar krijgt u wel eens kritiek op. De oppositie liet ons verstaan. Ja, er gebeurt heel veel voor Zandhoven zelf, maar men vergeet soms die deelgemeenten. Bijvoorbeeld dat masterplan dat u aanhaalt. Eigenlijk zijn die deelgemeenten er pas bij betrokken, na kritiek van de oppositie. Nee, dat is fout ook. Het masterplan is van oorsprong meegezegd, de 5 deelgemeenten komen aan bod. Maar de eerste vraag bij ons was, hoe gaan we het OCW integreren en waar gaan we de bibliotheek zetten? En daarom dat eerst het masterplan voor Zandhoven zelf, de deelgemeente Zandhoven, ontwikkeld is. Omdat het OCW normaal in het gemeentehuis zou komen, maar moesten kijken of dat mogelijk was. Op de eerste vergadering zelfs van de bewoners is er meegezegd, we gaan ook datzelfde verhaal doen naar de andere deelgemeenten. En dat is ook gebeurd. En als je wordt niet achtergesteld. Nee, helemaal niet. Nee. Als je kijkt nu... Hoe komt dan dat gevoel? Ja, omdat dat een gemakkelijk gevoel geven is ook. Hè. Is dat zo? Ja, dus ik denk dat dat een gemakkelijke is wat weinig inhoud heeft mee. Maar als je bekijkt waar nu op deze moment bijvoorbeeld werken uitgevoerd worden, in Massenhoven worden volledig de fietspaden hernieuwd. In Pullen worden de inkomen van de dorpskern aangepakt. We gaan de tuin in Pullen ook helemaal vernieuwen, een dorpstuil. En dat is nu bezig, die plannen zijn klaar. We hebben vorige maand met de verenigingen van Pullen bijeengezeten en morgen gaat dat met Massenhoven zijn, om te kijken van hoe gaan we dan in Pullen bijvoorbeeld een cultuurcentrum meemaken, een podia geven naar kunsten, naar beeldende kunsten onder andere dat daar gekomen. Dus er gebeurt ook heel wat in die andere deelgemeenten. Viersel is het natuurdorp dat we uit die masterplannen krijgen. De Bever zit daar onder andere. Hè. We hebben Wart de Bever, die zit daarin. Ja, dus eigenlijk het centrum van Viersel in connectie brengen met dat natuurdomein, het Vierselsgebroek. Feestdorp Pulderbos, waar ook heel wat gebeurt. Heel wat. Dus eigenlijk is voor de 5 deelgemeenten hetzelfde. Maar ik begrijp... De oppositie zegt ook wel eens van, ja kijk, eigenlijk is er de voorbije 6 jaar niet zo heel veel gebeurd. Er is dat masterplan. Maar eigenlijk is dat bijna een verkiezingscampagne voor u, dat masterplan. U kan daarmee naar de kiezer stappen en zeggen wat u allemaal gaat doen. Ja, u had het moeten doen misschien al. Ja, daarvoor is ook heel veel gebeurd. En ik heb het vorige gemeenteraad trouwens, omdat je die kritiek ziet aankomen. Hè, want ik draai ondertussen al 36 jaar mee in de gemeenteraad. Dat komt elke keer tegen van nu ga je iets doen.
ons budget dat we voor volgend jaar of voor dit jaar 2018 uit voor investeringen gemaakt hebben, is zelfs iets minder dan de voorbije jaren. Dus als je kijkt, vorig jaar bijvoorbeeld hebben we heel de wijk in Pulderbos geasfalteerd omdat die beton heel slecht was. We hebben constant naar fietspaden toegewerkt. Trage wegen die we ook meemaken. Gebouwen, hè, we hebben de sporthal volledig gemaakt. Maar er zijn in elke deelgemeente is enorm hard gewerkt. Sporthal is een fantastische realisatie, vind ik zelf. Ik ben er persoonlijk ook heel fier op. Is deze legislatuur opengegaan. Maar er gebruiken 55.000 sporters elk jaar. Iedereen die komt sporten wordt zo geteld. Hè. 55.000 sporters die komen daar sporten. Ja, dat zijn realisaties die niet het laatste jaar gaan komen, maar die al lang bezig zijn. En het klopt inderdaad, ons masterplan is een plan voor 20 jaar. Maar we hebben het vorig jaar gemaakt en er is al dit jaar al heel veel van uitgebouwd. Het OCW is verplaatst. We hebben de parochiezaal gekocht. De parkings die gaan aangelegd worden. Ja, maar alleen. Maar kritiek houdt ons ook wakker, is goed, hè? Ja, is ook geen probleem. Dat is de taak van een oppositie, natuurlijk. Ja. Mobiliteit is het volgende thema. U haalde al kort aan die fietspaden. En toch zit u met een van de gevaarlijkste fietspaden van de provincie, de N14, tussen Masshoven en Viersel. Dat is heel terecht en dat is een... Dat is een heel triest verhaal. Hè. Dat is eigenlijk geen fietspad. Hè. Dat is een strookje beton naast een gewestweg. En we hebben alle mogelijke moeite ook gedaan, samen met AWV, samen zelfs met de provincie-gouverneur en met de diensten van de provincie, van Veilig Verkeer en zo, om proberen daar iets aan te doen. Er is geen enkel mogelijkheid om dat op deze moment veiliger te maken. Dus vandaar, is geen alternatief? Nee, vandaar dat ik eigenlijk ook zelf op aanraden van de provincie-gouverneur en van AWV gevraagd heb, mensen, vermijd dat fietspad. Het is geen fietspad. En hoe moeten ze dan? En er zijn alternatieven dan, maar die zijn dan een kilometer omrijden of zo met de fiets. Maar ik heb liever dat mensen een kilometer omrijden dan verongelukken op dat stukje weg. En zit daar ook geen beterschap in? Ja, er is een beterschap. AWV is een fase 3B heet dat bij ons, dat die weg volledig hernieuwd gaat worden. En die gewestweg wordt volledig, er staan nu heel veel files. Er zijn eigenlijk bijna geen fietspaden naar waterhuishouding. Er zijn geen riolering, alleen nog maar grachten. Dus er moet heel wat aan gebeuren aan die weg. En de plannen zijn klaar. Er moeten alleen heel wat onteigeningen voor gebeuren. En dus men voorziet een vroegste tegen 2020, 2021, dat alles in orde zou zijn. De bouwvergunningen. En hoeveel onteigeningen moet u doen? Ja, het gaat er ongeveer 12 huizen zelfs die wegvallen. En weten die mensen dat dan? Ja, dat is een ander heikel thema. Hè. Daar ga ik nu niet direct op in om die mensen niet verder ongerust te maken. Maar er zijn gesprekken met die mensen bezig, in versneld tempo, eigenlijk ook ter bemiddeling door AWV. En hoeveel domein heeft u dan? Ik wil zeggen, hoe lang kan zo'n onderhandeling aanslepen? Ja, dat kan. Wanneer moet dat afgerond zijn? Ja, we verwachten, ten vroegste tegen 2021, hoopt AWV daar de werken kunnen starten. Want het is fase 3B, maar fase 3A komt daar nog voor. En dat is een hernieuwen van de brug over het kanaal. Dat is op diezelfde baan. Dus men heeft dat in fases gekapt. En die gaan normaal beginnen eind van dit jaar. Ja, okay. Dus, en dan, als die 3A gedaan is, komt 3B. Maar het duurt voor ons ook veel te lang. Hè? En vandaar, maar het kan niet rapper. Ik denk dat wij al blij mogen zijn als er binnen 3-4 jaar aan die weg begonnen wordt. Hè, want AWV heeft enorm projecten en enorme realisaties die nog voor de boek zijn. Dus dat is niet zo simpel. Om af te sluiten zouden we graag nog een spelletje met u spelen. Ja, dat zou ik graag, ja. Dus elke burgemeester moet het hier ondergaan, het dobbelsteenspel. Kijk, Chris komt het brengen. Mm-hmm. Speelt u dat soms? De tijd van de Giro. Maar dan had ik achteraf soms geheugenverlies. Hè. Is het waar? Ja, dat waren goeie spelletjes bij de tijd. Ja. Of te veel bier tijdens het spel. Ja, dat moesten daar soms mee drinken. Hè. Het is alleen een vraag die u nu bij krijgt. En u krijgt vraag nummer 6. En dat is, wat zou u eigenlijk het meeste missen, mocht u geen burgemeester meer zijn? Och, alles denk ik. Ja, gewoon omdat die burgemeester zijn, dat doen we met hart en ziel. Dat komt tot in de laatste zenuw, komt dat erbij in. Allee, dat is, alles zit daar. Dus wat gaan we missen? Ja, de drukte sowieso. Het samenwerken rond een project. Interviews als deze. Interviews zoals deze, ja, dat hoort er ook bij. Dus. Maar eigenlijk ik heb daar in het begin mee gezegd, het is zo plezant om dat te zijn. Dus als je dat moet missen, ja, dan gaat er... Allee, ik ben ervan overtuigd, dan is er een rouwproces. En dan zal het wel overkomen. Hè. Dat zal ook geen probleem zijn. Maar ik denk dat ik eigenlijk heel veel zou missen. Omdat
politiek is een microbe, denk ik. En als je dat graag doet, dan, ja, dan is hij er niet zo rap genezen. Hè. Dus je hoopt herverkozen te worden? Ik hoop dat, inderdaad. Hè. Dus we gaan ervoor. Oké, bedankt voor uw komst. Veel succes. Ja, proficiat met het programma.